Dit zou jou aan moeten spreken. Ja, uiteraard, inderdaad, dat klopt. Is dit ook het publiek dat jullie Wuzzy Alert gaat dragen? Zou kunnen. Dat is een deel zeg maar, van onze gebruikers die we momenteel zeg maar, live hebben. Er zit dus heel variërend van zeg maar, jongere mensen met een zorgbehoefte, maar ook senioren. Ja, er zit dus heel verschillend. Maar het kan inderdaad zijn dat zij dat ook. Eerst even terug, want wat is het en waarom zouden ze het gaan dragen? Op zich, Wuzzy Alert zeg maar, is mobiele alarmering. Ja? Niet alleen voor binnen, maar ook voor buiten. Dus mensen kunnen daar zeg maar, makkelijk de tuin mee in, wandelen, fietsen, een boodschapje doen. En als er iets zou overkomen of als er iets aan de hand is, dan staan ze met één druk op de knop in verbinding. Als je de dienstverlening sociaal invult met een partner, kinderen, buren. Of als je bijvoorbeeld professioneel invult, dan kom je bij de zorgcentrale van Thebe uit. Dan gaat er een alarm af, want er is een calamiteit, er is iets aan de hand. En wat gebeurt er dan? Ja, de mensen dragen hem op een verschillende manier. We zien dat dames hem over het algemeen als een medaillon dragen. Of nou ja, zich ergens hebben zitten in ieder geval. Mannen hebben hem of in een borstzakje of binnenzakje of van een riem op het moment als zij drukken. Is het een hard geluid? Ja, hij is instelbaar, maar hij staat standaard hard omdat hij ook bijvoorbeeld buiten te gebruiken is. Ja. Op het moment als je even de knop ingedrukt houdt, zeg maar, dan wordt er automatisch een verbinding opgezet met een eerste contactpersoon. Als hij niet opneemt, de tweede, de derde, vice versa. Maar even ervan uitgaan dat die eerste gewoon. Maar de contactpersoon is mijn eigen contactpersoon. Ja, die je zelf hebt uitgekozen in een sociale invulling. Ja. Dus met een sociale invulling zeg je bijvoorbeeld, ik vul hem in met mijn partner of met de kinderen of met de buren. Op het moment als ik op de knop druk, komt die bijvoorbeeld bij je partner uit. Als hij of zij niet bereikbaar is, gaat hij automatisch naar de tweede en eventueel naar de derde. En als het nou mijn moeder betreft, dan ben ik de eerste die haar geluidje, haar alarm ontvangt. Ik kan met haar praten, ja. Ik krijg de informatie, ja. Ik heb de GPS, ja. En dan kan ik vervolgens een actie ondernemen. Ja, als er een actie nodig is, inderdaad wel. In het online portaal Mijn Wuzzy heet dat, zeg maar. Daar staan alle gegevens van, in dit geval jouw moeder in. En daar kun je ook de instellingen doen. En daar zou je eventueel ook nog kunnen zien, op het moment dat je denkt van waar is mijn moeder nou? Het duurt wat heel lang, dan kun je daarop inloggen om te zien waar zij op dat moment is. Dat alarm gaat en ik krijg het binnen op mijn iPhone, op mijn telefoontje? Of hoe krijg ik het binnen? Wat je wilt, kan zowel op een mobiele als een vaste telefoon. We zien dat de meeste mensen mobiel zijn. Dat ja, is logisch, want we zijn ook mobiel, ja, daarom. Natuurlijk. We zijn onderweg. Dus het telefoontje komt op jouw mobiel binnen. Je krijgt de mogelijkheid om het gesprek aan te nemen, want het kan wel eens niet uitkomen. Dan gaat hij dus automatisch naar de tweede. Oh, dat is lekker. We hebben een Wuzzy Alert, maar we hebben er even geen zin in. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan natuurlijk niet. Maar dat is ook de verantwoordelijkheid van in dit geval van de dochter. Ja, ik ben je aan het plagen, maar het klonk leuk. Ja, nee, maar op het moment als jij zeg maar, het telefoongesprek accepteert, krijg je op dat moment te horen dat het om je moeder gaat en waar ze op dat moment is. En dan kun je daarna met haar praten. Maar ik ben alleenstaande, ik heb geen familie en ik draag zo'n apparaat. Ja, dan op zich, als je niemand in de buurt hebt, dan zien we dat het vooral meestal een professionele invulling wordt. Dan komt die bijvoorbeeld op de zorgcentrale van Thebe uit. Daar zitten 24/7 centralistes achter zeg maar, de beeldschermen. Die zien op het moment als jij op de knop hebt gedrukt dat jij het bent en waar je op dat moment bent. Hè, dat is wel heel belangrijk om te zeggen, want er zit ook GPS in, dus de positie is altijd bekend. Dan kunnen zij op afstand met jou praten om te vragen wat is er aan de hand, of dat het nou geruststellen is of zeg maar, wat dan ook. En in het meest extreme geval, dan wordt er hulp op pad gestuurd. Maar dit hadden we toch al? Dit is valt onder domotica en ik kan me herinneren de 65-plussers en dat hangt dan aan een touwtje om je nek. Ja, die reactie op zich, precies wel goed dat je dat ook zegt, want die reactie krijgen we heel veel. Alleen de traditionele oplossingen zijn allemaal in en rond de woning of in of rond de instelling. Die gaat nooit verder, dan kun je misschien nog net de tuin mee in of net het balkon op, maar dan houdt het op. En met de actieradius is vergroot. Ja, die is veel groter. Dus eigenlijk is het een klein mobiel telefoontje, zeg maar. Maar wel heel eenvoudig te gebruiken met één knop. Dus je kunt er zelfs mee op vakantie als moet. Hey, je zei net al eerder dat ook jongere mensen dit natuurlijk kunnen dragen. Zoals, noem eens. Ja, we hebben heel veel epilepsiepatiënten die ook vanuit de epilepsievereniging wel een applicatie op hun toestel hebben. Maar dat vergt zoveel handelingen, terwijl je met zo'n apparaatje, met zo'n Wuzzy, met één druk op de knop, sta je gewoon direct in contact met degene met wie je wil. En dan hoef je niet die telefoon voor te pakken, te ontgrendelen en op een applicatie te drukken. Gewoon heel simpel, één druk op de knop en het werkt. Hey, jullie hebben er eigenlijk voor gezorgd, net zoals dat de Leihoeven het weer op zijn eigen manier doet, dat de zelfstandigheid en de vrijheid vergroot wordt. Ja.
Ja. Dat is prachtig. Ja, super inderdaad. Ja, als we nu soms nog dagelijks of wekelijks de reacties ook terugkrijgen van de mensen, maar ook de mensen om de gebruiker heen, nou, daar worden we elke dag nog door geprikkeld. Zeg maar. Dit apparaatje zorgt er heel simpel voor dat mensen alle vrijheid en veiligheid krijgen die ze aan kunnen en willen. En dat de mensen die daar omheen staan, zeg maar, dat die met een veel rustiger gevoel hun dagelijkse dingen kunnen doen. Ja, ik ben waarschijnlijk iets ouder dan jij, maar ik stel me zo voor dat wij over een jaar of 10 of 20 een drankje doen. En dat wij dan allebei, ik als medaillon en jij in je linkerborstzak, de Wuzzy Alert bij ons dragen. Ja, dat precies kan goed. Dan hebben we alle vrijheid en veiligheid die we willen op dat moment. Hè? Heerlijk, ik kijk er naar uit. Dankjewel voor het gesprek. Alsjeblieft, graag gedaan.